Genaamd van 29 september 2008 meldt u dat geen van uw kant geen bericht van verhinder heeft gekregen. En dat ik net een telefoontje heb gekregen dat hij Duits onderweg is en elk moment kan binnenkomen. Want hij was bij een bijeenkomst met staatssecretaris Abbatale. Hiermee de opening gedaan. Dan komen we bij de vaststelling van de agenda. U hebt een aanvullende. Doe nog een beetje. Dat ik ga rondzingen. Dan hou ik wel van zingen, maar niet op zo'n manier. Ja. U hebt een aanvullende agenda gekregen. Maar op verzoek van een tweetal fracties heeft de presidium besloten om dat punt niet op de agenda toe te voegen. Dus daar komt later nog een keer weer op terug. Dat gaat over de zwemtarieven. Mag ik vragen waarom het is afgevoerd? Omdat er een aantal reacties zijn binnengekomen. En ook van de kant van het college, maar ook in overleg met de fracties, is gezegd, het is goed om daar nog eens nader met de partijen die reacties hebben gegeven daarover te spreken, zodat er meegewogen kan worden bij de definitieve voorstellen die in uw richting komen. Heeft u daar geen jaar de tijd voor gehad sinds de laatste uitspraak ongeveer? Nee, want die reacties zijn de laatste twee weken binnengekomen. En over die reacties, daar heb ik het over. Zullen wij de agenda verder aflopen zoals die oorspronkelijk aan u is gezonden bij brief van 12 september. Akkoord, er zijn voor deze agenda in elk geval geen insprekers gemeld. We komen bij de besluitenlijst van 8 september. Die is u nagezonden. Zal ik hem even opzoeken. Iemand van u, Elvier Borgesius? Ja, volgens mij ben ik er wel geweest, voorzitter, 8 september. Maar op een of andere manier ben ik weggevallen, denk ik. Dat is u nog niet eerder overgekomen in de lange zittingsperiode. Nee. Zullen wij het toestaan dat de heer Borgesius vermeld wordt? Oké, doen we dat. Nog iemand? Daar met die correctie vastgesteld. Dan de lijst van ingekomen stukken. Iemand van u daarover? De Deuring, over welk punt? Agenda punt 1, of ingekomen stuk 1. Ingekomen stuk 1. Alle heer Hamster? Ingekomen stuk 3. 3. Dan heb ik nog een mededeling over 2, dus dat doen we ze allemaal. Eerst maar 1, de deur. Nou, we hebben een brief gekregen van een aantal inwoners van het Wuppingenweg. En het voorstel is om het over te dragen aan het college, daar zijn we het ook mee eens. Maar we gaan ervan uit dat de. Het college in ieder geval hun uiterste best zal doen om in ieder geval de twee partijen bij elkaar te brengen. Dat was eigenlijk even een opmerking, een statement. Ja? Ja. Wethouder Bussemann. Voorzitter, dank u wel. Wij hebben afgelopen week al overleg gehad met de eigenaar van het landgoed. En we hebben deze week overleg met een afvaardiging van de bewoners van Ter Wupping. En wij hopen dat wij op de een of andere manier dit probleem kunnen oplossen. Dank u wel. Dank u wel. Ik merk dat ik het. Mijn opmerking was punt 3, dus ik kreeg de Hans eerst het woord. Ja, ik denk dat uw opmerking te maken heeft met mijn vraag, voorzitter. Er wordt ons concreet een vraag gesteld als raadsleden door gedeputeerde staten. En ik ga ervan uit dat die vragen. Waarschijnlijk in de begroting beantwoord zullen gaan worden. Dat klopt, tenminste in de begrotingstukken. Zult u een paragraaf terugvinden over bevolkingskrimp. En ik kan u al zeggen dat die staat op pagina 72. Dat kunt u dat zo opzoeken. Ja, daarmee ingekomen stukken behandeld. Dan gaan we naar de inlichting van de kant van het college. Dat houdt het duidelijk welkom. Ik heb hem niet van tevoren kunnen vragen of hij inlichting heeft in de richting van de raad. In het niet het geval, dan heb ik ze wel. Hier vandaan ook wel doen, want zo lang is het ook niet. U hebt al een enige tijd geleden de rapport van BMC over de bestuurskracht ontvangen. Met een brief daarbij van de kant van het college. We hebben vanmiddag in het presidium besloten om dat als een agendapunt op te voeren. Zodat u daar ook uw visie over kunt geven. En het voorstel is om dat te doen op 27 oktober. Dat ziet u dan wel bij de ontwerpagenda, maar dan kunt u zich daar alvast op voorbereiden.
Tweede punt, wat vanuit het presidium, even in uw richting. We hebben ons dus gebogen over hoe kunnen we datgene wat u doet, ook als raad, maar ook als gemeente uiteraard, maar ook als raad, dat beter voor het voetlicht brengen. Het zal u een deze dagen gevraagd worden of u bereid bent om, wanneer daar de mogelijkheid voor geboden wordt, om gastles te geven voor het voortgezet onderwijs. Als raadslid. Die vraag gaat natuurlijk ook naar het college, maar ook als raadslid zou u dat kunnen doen. En dan kunt u melden of u daar interesse voor hebt. Dat is van mijn kant uit het presidium deze keer de inrichting. Dan komen we bij het vragenuur. En de heer De Boer heeft bij het brief laten weten dat hij op basis van artikel 109 van het reglement van orde een aantal vragen wil stellen in het vragenuur. Geeft de heer De Boer het woord. Ja, voorzitter, het waren maar twee vragen eigenlijk. Ik heb de schriftelijke toelichting donderdag ingediend. En de tweede vraag is, wanneer kunnen wij een brief van u verwachten over die driehoeksborden? Nou, die hebben we afgelopen zaterdag gekregen. Dus dat antwoord hebben we alvast binnen. Blijft over het probleem van de driehoeksborden. Bij de handeling van de APV in mei hebben wij al gevraagd om te stoppen met die driehoeksborden. En we hebben ons mede daarbij gebaseerd op artikel 2.1.5.1 van de APV en op artikel 4.4.2. En de ene heeft te maken met obstakels op of langs de weg en de andere heeft te maken met verkeersveiligheid. En bovendien hebben wij toen ook vastgesteld en gemeld dat er veel te veel borden langs de weg stonden. Dat heeft het college vervolgens ook vastgesteld. Toen is er een brief gegaan naar de reclamebureaus die dat doen. En daar is hen gewezen op de overtreding. En vervolgens zien wij dat nu nog steeds, of weer, dat kan ook, men zich niet houdt aan de regels die wij zelf hebben vastgesteld als raad. En daarom doen wij het verzoek aan u om, en dan moet ik niet zeggen een vergunning, want uit uw brief blijkt dat we het moeten hebben over een ontheffing, maar om de ontheffingen aan beide bedrijven in te trekken zo snel mogelijk. U hebt geheel gelijk, heer De Boer, als het gaat over de toezeggingen die ik gedaan heb met betrekking tot een brief. U hebt in die maanden ook een kopie gekregen van de brief die wij naar de bedrijven hebben gestuurd. En hier was ook bij mij de veronderstelling dat daarmee de beantwoording was geweest van die vraag. Dat blijkt niet het geval te zijn. En daarom heb ik heel snel gereageerd toen wij uw vragen voor vragen u kregen om in elk geval die omissie weg te nemen en u de brief van 26 september die alle leden hebben gekregen ook te sturen. Dus het gaat om de driehoeksborden. Dat is nu het nieuwe regime in het kader van de APV. Tot nu toe moest het zo zijn dat er een vergunning moest worden aangevraagd en die vergunning kan worden verleend. En in die vergunning, in het beleidslijn staat dat er in totaal 70 reclameborden mogen zijn. Door wat niet geheel achterhalen oorzaak is dat bij de vergunning neergelegd op 80. Dat heeft waarschijnlijk iets te maken met een reclameactie die ook vanuit Theater G. Thijs is geweest. Maar ook dat kunnen we niet helemaal precies achterhalen. Maar het komt erop neer dat het meer is dan in de beleidslijn ligt. En wij wat dat betreft ook tegen u zeggen dat we die beleidslijn zouden willen vasthouden op die 70. Maar er moeten dus nu in het kader van nieuwe APV ontheffingen worden verleend. En in één geval is dat ondertussen ook al gedaan op basis van de regels die in de APV zijn neergelegd. Ik weet dat u namens uw fractie toen de verzoek hebt gedaan om de borden te verwijderen. Onder andere was het een verkeersveiligheidsoverweging. Die overweging heb ik nog nooit bij de politie ben ik niet tegengekomen dat dat een punt zou zijn van verkeersveiligheid. Maar dat is een zaak waar we met elkaar best nog eens een keer over kunnen spreken als we daar wat nadere informatie ook van de kant van de politie over hebben gekregen. Het is zo dat wij over dit concrete verzoek van u
dat we daar ook in het college nog weer over zullen spreken. Wat wij met de ontheffingen die we moeten geven in het kader van de AVV zouden moeten gaan doen. En op dit moment heb ik niet in ieder geval de neiging om nu te zeggen van we zullen geen ontheffing verlenen op basis van de AVV. Omdat daar naar mijn idee onvoldoende redenen voor zijn, inhoudelijke redenen voor zijn om dat niet meer te doen. Bovendien is het zo dat er binnenkort een verzoek komt om een ander type reclameuitingen aan te brengen. Niet meer de driehoeksborden, maar sandwichborden die vast aan obstakels zijn aangebracht. Zeg maar aan lantaarnpalen of andere situaties. En niet meer de losse, tussen aanhalingstekens, losse driehoeksborden die wij op dit moment kennen. Maar daarvoor is nog gesprek gaande met de beide bedrijven waar het hier over gaat. Voorzitter, de Boer. Twee opmerkingen. Ten eerste, sandwichborden zijn bij mijn weten via de APV ook verboden in deze gemeente. Maar wat die driehoeksborden betreft, hier is duidelijk sprake van overtreding van de regels die gesteld zijn door de gemeente. Die, ik neem aan, ook door de raad zijn vastgesteld in de tijd. Wij stellen regels op, die bedrijven houden zich er niet aan. Dan is dat toch, moet u toch ingrijpen? Laat het helder zijn, wij gaan handhaven op die regels. En daar waar er een overschrijding is van het aantal, dan is dat een punt om de normale cyclus langs te gaan. Weer aanschrijvingen, waarschuwen en eventueel intrekken van een ontheffing of in dit geval misschien nog van de vergunning. Dus daar zullen we het strikt aan houden. En als ze daar niet aan voldoen, dan is het zelfs nog zo dat in de APV staat dat er een strafbepaling is opgenomen waarin een hechtenis van ten hoogste 3 maanden of een geldboete in de tweede categorie kan worden opgelegd. Dus daar zullen we gebruik van maken. Ik ben helemaal niet uit op hechtenissen, meneer de voorzitter. Nee, laat het duidelijk bent wel zijn. Uit op handhaving. Maar het is wel zo, die overtreding. U hebt zelf vastgesteld dat daar hechtenissen vast zitten. Ja. Die overtreding is al eerder vastgesteld. En dan moet er iemand van de gemeente alle straten mee langs om die borden te tellen. En dan moet er weer een brief geschreven worden. Vervolgens gaat men weer een overtreding. Wat zien we nou dat er straks weer een ambtenaar een dag mee bezig is om die borden te tellen en om weer brieven te schrijven voor iets wat de gemeente ook nog geen cent oplevert? Wij moeten de normale rechtsgang, de balans gaan met betrekking tot handhaving. En als we daar op een of andere manier een vormfout in maken, dan kan dat weer leiden tot de support ten aanzien van de aanschrijving die wij doen. Dus wat dat betreft moeten we de correcte weg vervolgen. Dat is voor ons dus erg zekerheid op het beste. En we zullen dus handhaven optreden in het geval dat wij weer constateren dat er overtredingen zijn. En ze hebben al reeds een brief gehad. Dit hoeven we niet meer te sturen. Dan kan vervolgens de volgende stap worden gezet met een dwangschrift en daarna eventueel intrekken van de ontheffing. Dan heb ik nog één vraagje hoor, want dat is me net even ontschoten. Binnenkort komt hij naar de raad terug als er een nieuw beleid komt wat betreft ontheffingen en sandwichborden, driehoeksborden en borden aan vaste objecten. Nu doe ik het even uit mijn hoofd. Volgens mij hebben wij met elkaar besproken van hoe wij in de komende jaren een en ander zoveel mogelijk zullen reguleren. We hebben daarover ook met u gediscussieerd. Ik kan me nog herinneren dat we onder andere over plakzuilen hebben gehad. We hebben toen ook gehad over wat ik zo net noemde, die sandwichborden. Maar niet de sandwichborden die u misschien voor ogen hebt van golfkarton waar een of ander poster tegen aangeplakt is. Nee, waar dus wel een bepaald design aan vast zit, zodat het een strak eenduidige uitstraling heeft. Zonder dat het nou die wiebelige dingen zijn die er nu staan. Naar mijn idee stond dat toen ook in die notitie, maar daar heb ik niet meer op nagevolgd. Heer Deuring. Ik heb begrepen dat het over twee bedrijven gaat. Nou, die 70 gedeeld door 2 is 35. Is er ook bekend van welk bedrijf dan notoire die regels overtreedt? Of hoe zit dat eigenlijk? Bij mijn weten overtreden de beide bedrijven het een meer notoire dan de ander. Handhaven. Ja, dus handhaven. Heer Wubs. Ja, voorzitter. Ook het probleem wat hier de boer schetst, zien wij ook niet zo heel groot. Wij willen wel op voorhand zeggen, natuurlijk handhaving, dat moet. Wat we afgesproken hebben, dat moet. Maar om vooraf al te zeggen dat er geen ontheffing mogelijk is, zo staat onze fractie daar niet in. Die mogelijkheid moeten we denk ik wel willen overeind houden. Dank u wel. Dank u. Andere leden nog?
Dit punt. Oké. Voldoende besproken. Andere meldingen voor het vragenuur zijn mij niet bekend. Dan gaan wij naar de interpellaties die er niet zijn aangevraagd. Dan komen we bij de rondvraag. Wie van u? Mevrouw Sterenborg, de heer Wips. Oh, dan ga ik er eentje even langs. Sterenborg, Wips, Wiese. Oh, dat is het. Mevrouw Sterenborg, gaat u. Ja, dank u wel. Wij hebben de reacties nu binnen van de WMO-adviesraad. Ik denk dat we nu de nota lokaal gezondheidsbeleid ook vast kunnen stellen. Of in ieder geval in de raad kunnen hebben. Ik had eigenlijk verwacht dat die volgende keer op de agenda zou staan. Ja, voorzitter. Even gewoon de brief over van Bellingwedde. Ik las zo heel mooi dat de brief van Bellingwedde ook op aanraden van op advies van hun raad ook tot stand is gekomen. Mijn vraag is concreet, hoewel de fractievoorzitters zijn ingelicht, wanneer komt deze raad in beeld voor om kort te sluiten met die hele ontwikkeling met Bellingwedde? En een andere zaak is gewoon de informatie van de schadeclaim MLS. Ik verwacht, en het doet het ook zo niet, of zou ik het ook verwachten om daar nu over te spreken. Maar wel is zo, ik denk dat het goed is om daar toch ook even eerder te melden, zodat wij dat niet uit de pers hoeven te vernemen. Dank u wel. Ja, voorzitter, bij ons gaat het om hetzelfde punt als de heer Wups als laatste aanstipt. Het gaat om de actieve informatieplicht die het college heeft. Maar ik wil het ook wel eens hebben over de passieve informatieplicht die het college heeft. Ik ga niet inhoudelijk op de claim, et cetera, maar ik ga wel even in op de procedure die door het college is gevolgd. Want op 22 september heeft het Dagblad van het Noorden daarover gepubliceerd. En we hebben inmiddels de brief binnengekregen. De brief van de advocaat was op 18 september al binnen bij het college. Zo kan ik nog wel een aantal data noemen waarop u volgens onze fractie wat reactief reageert. Bijvoorbeeld een brief op aanvraag van een raadslid. Volgens ons gaat het hier wel om zo'n belangrijke zaak dat het college deze raad had moeten informeren vooraf, zeker voordat de zaak gepubliceerd werd. Ik wil ook wel iets zeggen over het passieve informatierecht van de raad. Ik heb zelf een voorbeeld van de Heemhorst in Musselkanaal, waarin ik tot 3 keer toe en zelfs de laatste keer de griffier persoonlijk heb moeten inschakelen om door mij gevraagde informatie boven water te krijgen. Waarin ik 2 keer op mijn verzoek dezelfde brief kreeg toegestuurd die ook al in het door mij opgevraagde dossier zat. Toen heb ik van het weekend eens even gekeken van, hey, hoe zit dat nou eigenlijk met die actieve informatieplicht? En dan kom ik eigenlijk maar 3 regels tegen in de gemeentewet. 2 regels omtrent artikel 69 en 180 die iets zegt over uw actieve informatieplicht. En ook nog een regel in het reglement van orde. En toen dacht ik zo van, wordt het niet eens tijd om eens te kijken of we die actieve informatieplicht niet eens door middel van een verordening of een protocol wat breder kunnen gaan preciseren. Dus kijken op welk moment u gewoon verplicht bent aan deze raad om informatie te verstrekken. Ik heb ook even op internet gekeken. Er zijn diverse gemeentes, maar ook provincies die daar een verordening CQ-protocol voor hebben. En wij overwegen om een van de komende vergaderingen, en het zal niet de komende zijn, maar om met een initiatiefvoorstel omtrent deze materie te komen. Dat was het, dank u. Dank u wel. Andere leden? Ik zit met een vergadertechnisch dilemma. We hebben met elkaar afgesproken dat wij de rondvraag gebruiken voor het agenderen van onderwerpen voor de volgende keer. Of voor een volgende keer. Er zijn nu een aantal concrete vragen gesteld. Ik denk dat we daar toch ook van de kant van de college kort op kunnen reageren. Als mevrouw Sterenborg vraagt naar de nota gezondheidsbeleid, we hebben daar in het presidium vanmiddag ook even over gesproken.
Hoe gaan we daar nou precies mee om? In het presidium hebben we gezegd dat het zou goed zijn om daar tijdens onze bijzondere bijeenkomst van 6 oktober, en dat is ook een beetje het antwoord in de richting van de laatste opmerking van de heer Biezen over de informatieplicht, dat we daar met elkaar nog eens indringend over zullen spreken van hoe gaan we nou met elkaar om? Het college en de raad en de raad en het college. Wanneer je dan wat op de agenda zou moeten zetten. Er is een advies gekomen, dat klopt. In de fase waar we nu in zitten, zou ik me kunnen voorstellen dat het college nog reageert op dat advies. Zodat dat allemaal meegenomen kan worden met de bespreking die er dan komt. Maar mijn voorstel is om daar eens weer met elkaar in de algemeenheid over te praten. En daar dan nog eens verder te kijken hoe we met dit specifieke onderwerp kunnen omgaan. Hij komt uiteraard op de agenda. De reden dat ik dat vroeg was ook omdat de enige motivatie destijds was dat het advies nog niet binnen was van de WMO-adviesraad. Dat klopt. En het heeft al heel lang op zich laten wachten, vandaar dat het wel haast geboden is, lijkt mij. Het klopt dat u daar toen besloten hebt. Maar goed, dan gaan we nou de discussie over aan die ik graag op de 6e oktober wil gaan doen. Omdat we, ja, ik kan afvragen of dat de spelregels waren die we met elkaar afgesproken hadden. Als het gaat om de vraag van de heer Wups over de brief die de beide colleges van Vlachtwedde en Stadskanaal de Bellingwedde hebben gestuurd. Die komt uiteraard in de volgende fase ongetwijfeld hier een keer weer aan de orde. Maar ik kan u ook voorstellen als wij net, wat ik net gezegd heb, dat wij de 27 oktober het BMC-rapport hebben. Dat daar in hoofdstuk 10 in de conclusies iets gezegd wordt over de beide gemeentes Vlachtwedde en Stadskanaal. Daar zijn opmerkingen over gemaakt, dat we deze brief daarbij zouden kunnen betrekken. Want dan heeft het ook een bepaalde context. En ik verwacht dat we dan tegen die tijd ook ongeveer weten hoe de Raad van Bellingwedde, want daar was de vraag vandaan, hoe de Raad van Bellingwedde dan een standpunt heeft ingenomen. Dan hebben we alles bij elkaar. En ten aanzien van uw vraag met betrekking tot MLS, ook van de heer Biezen, zou ik willen vragen of de heer Besmens daar even op wil reageren. Ja, voorzitter. De brief van MLS die is inderdaad de 18e september hier binnengekomen. Dat hebt u inmiddels gezien. Die heb ik niet eerder gezien dan de maandag. Dat was de 22e. En de 22e is ook de informatie naar u toegegaan. Uiteraard, wij hebben aan het eind van de vrijdagmiddag werden wij gevraagd van is die brief binnen? Die kon ik op dat moment niet achterhalen. Dus op dat moment had ik ook geen kennis van de inhoud van de brief zoals die hier lag. En vandaar dat wij pas op de maandag u die brief of die informatie hebben kunnen verstrekken. Ik ben het gewoon met u eens dat soort zaken zo snel mogelijk naar u toe moet. Daar ben ik het mee eens. Maar in dit geval is dat dus pas op de maandag, de 22e, gebeurd, nadat hij donderdag was binnengekomen. Dank u wel. Voorzitter, mag ik daarna een vraag stellen? Kijk, het is natuurlijk zorgelijk dat wij het zo laat krijgen, maar wat ik nog zorgelijker vind is dat de wethouder zegt van ik had op vrijdag nog geen kennis van die brief. Dat is voor mij een veel zwaarder punt, dat wij maandagsmorgens naast onze stoel lagen. Dus daar wou ik ook wel graag een reactie op. Anderen? Wethouder. Ja, voorzitter. Ik kan me de reactie van de heer Kanten wel voorstellen. Aan de andere kant, het is natuurlijk een aanzet tot het indienen van. En uiteraard als je de krant opslaat en je denkt, drommel, wat is hier aan de hand? Dat verging mij uiteraard net zo. Dan ben je daar niet vrolijk van wanneer je op dat moment dat leest. Aan de andere kant denk ik, we moeten wel beseffen van wat dan de letterlijke tekst is, ook van de brief die hier binnengekomen is. En ja, met alle respect, hier komt natuurlijk per dag heel wat post binnen. En wij zien echt als collegeleden niet alle post die elke dag binnenkomt. Dus dat gaat toch een traject in. En tuurlijk kun je zeggen, er moet er iemand zijn die moet onderkennen wat de heftigheid is van dit geheel of wat de heftigheid niet is van dit geheel. Tuurlijk hebben we daar ook wel aandacht aan besteed nu.
Maar dat blijft altijd een weging van personen van ja, wat moet direct gemeld worden en wat kan wachten. Nou, daar loopt af en toe wel eens iets dat je denkt van nou, dat had beter gemoeten. En dat geef ik toe, dat is dit er één van, heel duidelijk. Voldoende, dames en heren. Dan kom ik bij, dat was de rondvraag, dan komen we bij het opinierende deel, duurzame energieprojecten. U hebt daar nog een brief van de wethouder over gekregen. En ik wil u als voorzitter nog even wijzen wat de bedoeling is van openierend om uw visie daarop te horen. Wat door het college dan vervolgens meegenomen kan worden bij de definitieve voorstellen die in uw richting dan zullen komen. Mag ik veronderstellen dat elke fractie hierover het woord zal voeren? De heer De Boer. Heer Deuring met een vraagteken. Nog iemand? Niemand? Ja. Sterenborg. Heer De Boer, ga door. Dank u voorzitter. De fracties van gemeentebelangen, VVD, CDA en de Partij van de Arbeid... die stellen voor om dit stuk inhoudelijk vanavond niet te behandelen... maar een commissie samen te stellen bestaan uit de raadsleden... die met dit voorstel verder aan de slag gaan... wij zijn blij dat dit voorstel er ligt, maar het is niet precies wat wij hadden verwacht. Wat in onze ogen ontbreekt is het enthousiasme straalt er niet vanaf. Motivatie en creativiteit ontbreekt hier en daar. En we hadden ook wat meer aandacht verwacht voor het creëren van voldoende draagvlak en het enthousiasmeren van de bevolking. Vandaar dus ons voorstel om die commissie in te stellen. En die gaat dan uit van dit stramien, want dat, verder zit het voorstel goed in elkaar. Dus dit wordt gewoon als basis vervolgens gebruikt. En mochten onderdelen van dit voorstel geen uitstel verdragen, bijvoorbeeld vanwege het verlopen van subsidietermijnen, dan vinden wij dat daarover apart een besluit kan worden genomen voor uitlopend op datgene wat de commissie naar voren brengt. En wat de Partij van de Arbeid zelf betreft, wij zouden het ook prima vinden als alvast geld wordt vrijgemaakt en wordt begonnen met de werving van een ambtenaar energiezaken. Dat was het in eerste termijn, voorzitter. Alle leden, ja, toch even een reactie daarop. Onbevreemd veld is in een opinierende stuk. Het is ook denk ik ook voor het eerst dat het nu gebeurt, dat de fracties die de heer De Boer noemt, om niet met argumenten of voorstellen te komen richting het college om tot een definitief punt te komen. Maar dat zij dat eerst kennelijk in een commissie wil afstemmen. Ik weet niet waarom. Hoewel Partij van de Arbeid altijd wel met voorstellen kwam, ook bij de APV bijvoorbeeld. Dat er nu eerst een achterkamer hoeft. Ik bedoel daar niet mee een beslotenheid, maar toch in een achterkamer eerst wat. Gesproken moet worden, vinden wij in die zin wel een vreemde. Wij steken eigenlijk in, hoewel daar niet op tegen, hoor, laat ook duidelijk zijn, maar onze fractie steekt er heel duidelijk in om juist nu vanavond het college wat mee te geven. En ik vind het heel jammer dat de overige fractie dat nu in zo'n opinierende agendapunt niet willen of misschien ook niet kunnen, dat ze dat eerst in een commissie willen bespreken. Nogmaals, ik zou helemaal niet onwelwillend tegenover samenspreken of gedachtegangen die je daarbij kunt hebben naar elkaar toe. Maar nogmaals, de opinierende stuk verdient beter. En u als overige fracties, en dat meen ik grond van mijn hart, had u hier zeker deze avond nu in dit opinierende stuk met voorstellen moeten komen. Voorzitter. Nog meer de eerste termijn? Nee, ik kom het straks ook wel met de reactie van mijn kant. Heer De Boer en dan de heer Deuring. Voorzitter, deze werkwijze leek de genoemde fracties de beste manier van werken. Het gaat absoluut niet om achterkamertjes. Wij zullen dat in alle openheid doen. En voor alle duidelijkheid, mocht u dat tenminste niet duidelijk zijn geworden, uiteraard verwachten wij dat ook de ChristenUnie aanschuift in die commissie. Heer Deuring. Nou, ik kan me daar helemaal mee aansluiten wat meneer De Boer zegt. Van, het is natuurlijk, je praat best over veel geld en het is best ook een technisch onderwerp. En
Nou, ook de CDA-fractie lijkt het gewoon goed om in ieder geval met elkaar gewoon eens even goed de alternatieven allemaal op een rij te zetten. En ik kan me voorstellen dat je dus uiteindelijk ook eens een keer een technische, iemand die verstand van dit soort zaken heeft uit te nodigen. En om daar gewoon ook eens wat meer kennis op te doen. Om op die manier gewoon met elkaar met een goed voorstel te komen. Ook met een aantal goede alternatieven te komen. Dus wat ons betreft helemaal geen achterkamerspolitiek, helemaal open. Iedere fractie kan gewoon hier aan deelnemen. Alleen kost even wat meer tijd om daar in ieder geval een stukje zorgvuldigheid en met goede creatieve ideeën te komen om dit dan verder af te handelen. Voorzitter. Meneer Wubs. U verwacht dus dat een commissie, als we een commissie, kunnen beter punten naar voren brengen richting een college, zodat die met een goed voorstel kunnen komen. Of wilt u eigenlijk dat de raadsbreed een initiatiefvoorstel komt? Wat is daarvan dan de bedoeling? Ook de heer Boer zou de boer misschien kunnen beantwoorden. Als je dit stuk gewoon bekijkt, dan is het, inderdaad van... Hier zitten gewoon een aantal voorstellen in van wat ambitieniveau betreft, gewoon wat onze fractie in ieder geval betreft, gewoon vrij laag is. Energiebespaar is natuurlijk gewoon ontzettend belangrijk, maar het zijn gewoon de conventionele technieken. Wat ook veel, dan ga je een beetje in de detail, maar... Wij hadden eigenlijk verwacht dat er meer... U zegt detail, maar dat zal in de commissie zeker blijken, dat u heel diep op details ingaat. Nou, we willen in ieder geval met de commissie wel in ieder geval een aantal mogelijkheden gewoon wat duidelijker schetsen, ook naar het college toe en ook een beetje meer richting aangeven. Van, blijkbaar is de bedoeling die we hier mee hadden met dit stuk, is gedeeltelijk wel door de college opgepikt, maar... Wij houden dat eigenlijk gewoon wat meer ambitieuzer gezien, wat ook meer in de duurzame technieken en dat soort zaken. En dat willen we gewoon graag met elkaar maken. En daar had u als fractie vrouw niet mee kunnen komen? U weet het nu nog niet. Wat ik al zeg, van het is natuurlijk altijd belangrijk om in ieder geval gewoon ook goed gedegen met ook een stukje kennis te komen, met een stukje voorlichting. En wij vinden dat we dus in ieder geval de vorm waar wij het... nu in voorstellen dat beter tot gerecht komt dan vanavond hier een uurtje over dit soort zaken zitten praten. Hoe zit dat, Henkie? Maar wij vinden het vreemd toch een agendapunt door te lagen, ook het presidium, om dat wel hier op te voeren en vervolgens daar niks veel over zeggen en eerst een commissie in leven roepen. Wij vinden het een hele vreemde gang van zaken, maar desalniettemin een zaak om wel diep over na te denken. Voorzitter, mag ik even... Leden, mevrouw Hernand. Ik denk dat je in een commissie... Moet ik knop gebruiken? Oh. Hij doet het niet zo. Ja, nou wel. Ik denk dat je in een commissie helderder en strikter tot zaken kunt komen. Want vergeet niet, meneer Wubs, dat die duurzame energie een enorm groot werkveld is. Als u op daar internet... Daar geeft u precies een probleem aan, een heel groot probleem. Mevrouw Hernand, mevrouw Hernand. Als u kijkt naar Wonen Plus in Groningen, hoe lang die bezig zijn. En ik denk dat je in een petit comité helderder kunt werken dan zoals het nu zou gaan. Iedere partij komt dus met een voorstel. Als je in een commissie zit, kun je helder en duidelijker werken, denk ik. En je laat je voorlichten door een technicus man of iemand die er verstand van heeft. En want nu zitten wij allemaal, je kunt op internet kijken, daar krijg je van allerlei informatie. Hè, maar het blijft allemaal binnen de partij. Als je een commissie hebt, kom je met een rapport. En dan kun je helder werken en strikt werken, dacht ik. Wij hebben, voorzitter, wij hebben een bedrag van een woning, twee woningen onder één kaap. Daar hebben we te spenderen. En inderdaad, in de commissie kunnen zoveel zaken naar voren komen... dat je daar toch misschien wel drie kwart van moet laten vallen, omdat gewoon niet te behappen is. En ik denk dat dit juist juist zaken waren, stukken op het voorstel van het college om dat mee te nemen tot een goed voorstel. En ik had eigenlijk verwacht dat er fracties met goede voorstellen zouden komen die passen binnen dit budget. Meneer Wils, begrijp ik het goed dat u nu al het werk van de commissie zit af te schieten terwijl er nog niks op papier staat? U zegt drie kwart, kun je weggooien. Het is een vraag wat u onder het begrip... werk van een commissie verstaat. Ik kan me kunnen voorstellen dat u vanavond met opmerkingen was gekomen.
dat u uw opinie had gegeven en zegt dit en dit is te veel, dit en dit missen we, dat en dat zou nog toegevoegd kunnen worden of gaat u dat nog eens onderzoeken? En dat u dan had gezegd en als raad willen wij daar zeer strak bij betrokken zijn. En daarvoor zullen wij op basis van artikel 63 en artikel 66 van het reglement van orde een voorstel indienen om te komen tot een bijzondere commissie. Daar kan namelijk ook op basis van artikel 66 en misschien nog een paar andere artikelen, maar die noemen we even expliciet, ook gezegd worden wat is nou de opdracht van de commissie, wat is de functie van de commissie en zelfs hoe lang is de looptijd ervan en ook de samenstelling. Want ook een bijzondere commissie kan alleen bij expliciet raadsbesluit worden ingesteld. Dat staat in het reglement van orde die we met elkaar hebben vastgesteld. Dus ik vertaal het nu zo ik vind het jammer dat u nu niet inhoudelijk reageert, want dat zou een input kunnen zijn ook voor die commissie die u zou willen instellen. En dat u impliciet aan het presidium vraagt om te komen met een voorstel op basis van de artikel 63 en 66 en misschien nog één of twee artikelen meer over wat voor commissie het is, over de samenstelling van de commissie en op de taakopdracht van de commissie. Want dan voldoet u aan datgene wat we met elkaar in deze raad hebben afgesproken. Heb ik dat zo goed begrepen? Voorzitter, nou spreek ik trouwens alleen namens de PvdA-fractie. Maar wat ons betreft hoeft het allemaal niet zo officieel en via de regels. En u mag die commissie ook een werkgroep vanuit de raad noemen. En dan omzeilen we dat misschien allemaal. Wij willen gewoon hiermee aan de slag, zo snel mogelijk. En die hele procedure hoeft wat ons betreft niet. Nee, maar nou wil ik u toch wat strenger toespreken. Wij hebben met elkaar spelregels hier afgesproken. En daar onthouden we ons aan. En als we ons niet aan willen houden, dan moet u nu met een voorstel komen om een bepaalde spelregels af te schaffen. En zoals het nu gaat, kan het echt niet. U kunt niet zeggen van, nou ja, zullen we maar in een werkgroep. Niemand weet wat er dan gebeurt. Niemand weet wat de opdracht is. Wordt dat misschien dan een verlengstuk van het ambtelijk apparaat of iets dergelijks? Bovendien past dat ook niet in de dualisering die we in dit stelsel kennen. Dit kan echt niet. Dus daarom mijn handreiking naar u. Maar als u dit niet wil oppakken, dan hoor ik het ook graag. Dan kom ik daar niet mee. Daarom mijn handreiking naar u om naar het presidium te vragen om met een fatsoenlijk voorstel te komen. Die handreiking nemen wij als CDA-fractie in ieder geval op. En wij ook. Wij ondersteunen dat ook, voorzitter. Als het zo moet, dan doen we het zo. Zo hebt u het afgesproken. Ik kijk even naar de Partij van de Arbeid. Ja, Wups, en dan de Partij van de Arbeid. Nou, onze fractie, dat heb ik direct al aangegeven, staat er niet onwillend ter hoofd. Het moet ook inderdaad formeel. Maar ik stel wel de prijs dat wij als fractie nog wel ons stuk mogen aanleveren. Misschien ook als input voor die commissie. Die kanten? Ja, misschien ook even een aanvulling naar de heer Wups. Dat is ook eigenlijk de bedoeling van die commissie, dat iedere fractie daar ook op een goede manier als een idee neer kan leggen. Want voor hetzelfde geld waren we allemaal hier nou met ideeën gekomen en hebben we 100 ideeën gehad. En juist door die commissie, werkgroep, hoe we hem ook gaan noemen, kun je dat gewoon veel gestructureerder doen en kom je gewoon met elkaar met één goed voorstel. Zodat je dus niet meer in de raad gaat onderhandelen wat gaat wel door en wat gaat niet door. En dat is eigenlijk een beetje de achterliggende gedachte hier ook bij. Daarop inhaken. Ik denk dat juist het voorstel zoals de burgemeester doet, dat een prima voorstel is om dat zo dan op te pakken. Ik dacht dat juist de reden zou zijn dat wij nu een openierende vergadering hebben om onze ideeën hier te spuien. Ja. Zodat je daar wat mee kunt. En dat je daar dan een commissie van vormt. Of een werkgroep of hoe men ook maar noemen wil. Het lijkt me trouwens goed om dat te doen zoals de voorzitter dat gezegd heeft. Dat lijkt me een heel goed idee, daar gaat het niet om. Maar volgens mij is de gemiste kans als je nu vanavond niks inbrengt. Dat niet gebeurt. Ik zou het zeer betreuren, moet ik even een reactie van op die kant. Ik zou het zeer betreuren als het door de instelling van zo'n commissie, de discussie hier in deze raad, deze plenaire vergadering van de raad, niet meer zou plaatsvinden. Want dit is het gremium waar het zou moeten gebeuren. Nee, voorzitter. Ja, heb ik uw woorden verstaan, maar als het niet zo is, dan hoor ik het. Nou, laat ik zo zeggen, ik ben het nou in die zin niet met u eens. Kijk, de discussie over dit onderwerp zou inderdaad een hele lastige worden wanneer we hier in een opinierend verzoek allemaal met onze ideeën waren gekomen. Want dat gaat veel verder, denk ik, dan wat hier staat. Dan hadden we misschien 100 ideeën gehad. Daar had het college een stuk uitgebreid en niemand was misschien tevreden geweest met wat er lag. En dan kreeg je een onhoudbare discussie.
En nu krijg je misschien dan wel even wat minder discussie in de raad, maar ik denk dat je een beter voorstel krijgt. En dat is, natuurlijk maar, zou daar misschien nuanceverschillen in. Nu verwoord je het anders uit wat u zo net zei. Daar reageer ik even op. Oké. Akkoord dat we het zo doen. Dan komt het verzoek naar het presidium. En mijn voorstel is om daar dan meld ik u al vast dat we dat nog toevoegen aan de agenda van 13 oktober. Mevrouw Sterenborg nog over dit onderwerp. Ga u gaan. Ja, ik had dus verwacht dat we hier vanavond dus wel ook hier het over zouden spreken. Ook de andere fracties. Ondanks dat ik op de hoogte was dat er waarschijnlijk een commissie samengesteld zou gaan worden. Waar we trouwens ten overvloede misschien graag aan willen deelnemen. Graag onze inbreng willen hebben. Dit stuk wat we nu hebben, dat is het begin. En ik denk ook dat het verstandig is om ergens te beginnen. Wacht even. Ik proef impliciet in het voorstel wat nu gedaan is dat om dit onderwerp niet meer aan de orde te stellen. Dat het wat dat betreft een voorstel van orde is. Dus ik moet wat dat betreft eerst voorstel van orde bij u neerleggen, wat u daarvan vindt. En dan kan ik u wel of niet het woord geven over dit onderwerp. Dan zou het toch bij het vaststellen van de agenda zijn geweest? Ja, dat is niet gebeurd. Maar agenda, maak het voorzitter, maar is gehandhaafd. Dit agendapunt is gewoon gehandhaafd. Is dat vreemd dat een fractie nu niet mag spreken? Nee, maar dit agendapunt is door een aantal fracties gebruikt om een alternatief voorstel voor de behandeling te doen. Als de ChristenUnie gewoon zegt van vanavond willen we dat naar voren brengen, dan heb ik daar en wij daar als CDA-fractie geen probleem mee. En alle fracties ook niet? Oké. Dan gaan we naar de vraag. Ja, dank u wel. Het werd even zo pas ook al verwoord dat we iets missen in het stuk. Het stuk ademt geen ambitie uit. We moeten met elkaar de schouder onder zetten en er ook voor gaan als we dit willen. Er wordt genoemd dat CO2-uitstoot door middel van energiebesparing bewerkstelligd wordt. Het lijkt mij voor de hand liggend dat er ook gezocht moet worden naar duurzaamheid van de energie die wordt gebruikt. Wat voor ons van groot belang is een breed draagvlak, zowel bij de bewoners als bij de raad en het college. Daarom vinden wij het van groot belang dat de scholen ook betrokken worden, evenals het publiceren in de kanaalstreek en dergelijke. Er wordt ingezet op energiebesparing bij gemeentelijke gebouwen. Wij willen voorstellen om het financiële voordeel die hiermee wordt behaald in te zetten voor nieuwe duurzame energieprojecten. Ook is het goed om te kijken welke handreikingen Centenovim ons kan doen. De lijst met projecten kan natuurlijk nog worden uitgebreid. Te denken valt aan aardwarmte. Dit kan niet zonder subsidie van de landelijke overheid. Ook de ontwikkelingen van elektrische auto's biedt kansen. Groen rijden moet worden gestimuleerd. De energiepakketten waarover gesproken wordt, zal ook goede voorlichting moeten bevatten over energiebesparing. En wat ons betreft zien we graag, daar waar duurzaamheid van toepassing is, dat het wordt meegenomen in de raadsvoorstellen. Deze dingen zullen ook allemaal meegenomen worden en waarschijnlijk nog meer dan als we straks de commissie gevormd hebben. Bedankt. Dank u wel. Ik kijk even naar de wethouder, of u daar inhoudelijk op wil reageren of wat meegenomen met het voorstel. Prima. Oké, goed. Dan hebben we dit agendapunt gehad. Dames en heren, we komen bij besluitvorming met debat. Agenda punt 11, de spoedprocedure onderwijshuisvesting SBO de Baldakijn. Wens iemand van u daarover het woord te voeren? De heer Dijkstra, mevrouw Brongers, Dijkman. De heer Dijkstra, gaat u aan. Wilt u dat van af katheder doen? Dank u wel, voorzitter. Wachtlijsten voor deze kinderen zijn desastreus. Het gaat namelijk over kwetsbare kinderen. Daardoor deze spoedprocedure, onderwijshuisvesting, er een bijdraagt dat op korte termijn de wachtlijsten voor SBO-leerlingen verleden tijd zullen zijn, dat verheugt ons ten zeerste. Wij kunnen derhalve instemmen met de beslispunten.
staat er belemmeringen in de voortgang van het onderwijs op de Balderkijn van korte termijn op korte termijn worden weggewerkt. Dank u. Wel, mevrouw Brommers. Voorzitter, dank u wel. Ook een korte reactie vanuit de zijde van de CDA-fractie. Dringende behoefte voor uitbreiding is aangetoond en noodzakelijk gebleken. Ook wij, en dan sluiten we aan bij de ChristenUnie, vinden wachtlijsten geen wenselijke situatie uiteraard. Het voorstel voldoet procedureel aan de eisen en wij gaan dan ook akkoord met de beslispunten. Heer Dijkman. Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden eigenlijk maar één vraag. We willen aan het krediet niet tornen. De noodzaak is duidelijk. De ChristenUnie en de CDA-fractie duiden daar ook al op. Alleen wij vragen ons een beetje af of de spoedprocedure hier wel helemaal gerechtvaardigd was. Omdat hier staat omschreven dat het gaat om een niet voorzien probleem. En verderop wordt geschreven dat het al een aantal jaren bekend is. Dus die vraag wouden we nog even bij de wethouder neerleggen. De wethouder gaat de discrepantie in de tijd oplossen. Wethouder van de Kolk. Nee, u heeft het goed gelezen, de heer Dijkman. Als je kijkt naar de afgelopen jaren is het echter zo dat er steeds sprake is van een verdergaande groei. Ik heb net de gegevens nog op nageslagen. En vanaf het jaar 2001 is er al sprake van de wachtlijst. En die wachtlijst die start steeds eerder. En zelfs nu is het zo dat bij het begin van het schooljaar al sprake is van een wachtlijst. En dat is eigenlijk een beetje de druppel die ertoe leidt om deze spoedprocedure ook in dit geval ook te honoreren. En dank u wel voor uw toezegging, voor uw ondersteuning. Behoefte aan de tweede termijn, in dit geval. Conform besloten. Dan het subsidieprogramma 2009. Meneer Deuring. Hamster. Verder niet. Meneer Deuring. Ja, voorzitter, voor ons ligt een voorstel voor voor een nieuwe systematiek met betrekking tot het subsidieprogramma. We hebben daar als raad hebben we daar zelf om gevraagd om een stukje deregulering van subsidieaanvragen. Nou, als ik even begin met de waarderingssubsidies, in grote lijnen kunnen we daarmee akkoord gaan. Vereenvoudiging van de aanvraag, indexering 2% per jaar en na 4 jaar een vaststelling van de daadwerkelijke indexering en de verantwoording afhankelijk van het subsidiebedrag. Dus dat voorstel, daar kunnen we gewoon mee akkoord gaan wat de waarderingssubsidie betreft. Dan nog even naar de activiteitssubsidie. Daar hebben we nog wel wat vragen over. Dus in ieder geval voor 2009 is een bedrag vastgesteld van €17.000. Wat ons nog onduidelijk is, is van volgens welk principe wordt die subsidie verleend. Is dat volgens het principe van wie eerst komt, wie eerst maalt. Is er ook een maximaal bedrag van, ik zou me kunnen voorstellen, als er een goed voorstel komt van een bepaalde partij, wat bijvoorbeeld €15.000 kost. Dat betekent dat die €15.000 dan, als het goedgekeurd wordt, dat die €15.000 weg is en er nog €2.000 overblijft voor anderen. Ik kan me ook voorstellen, als je aan het eind van het jaar een subsidieaanvraag indient, dat je dan eigenlijk altijd naast zit. Dus wat dat betreft. Ik begrijp dat de heer Deuring dat zeer diplomatiek wil zeggen, maar wij begrijpen wat hij bedoelt. Ja, nee, oké. Okay. Maar in ieder geval, wat deze subsidie betreft, daar kunnen we mee akkoord gaan. De activiteitssubsidie hebben we nog wat vragen over en daar willen we graag antwoord op hebben. Dank u wel. De heer Hamster.
Dank u wel, voorzitter. Sommige dingen zijn onbetaalbaar, zo klinkt het in een bekende reclame. En dat is waar, sommige dingen zijn onbetaalbaar. De inzet van vrijwilligers bij verenigingen, het plezier dat mensen beleven bij een buurtactiviteit, kippenvel bij een mooi gezongen lied, het gevoel ergens deel van uit te maken, of onvoorziene jarenlang bekende problemen, misschien ook wel. Als gemeente proberen we een prijs te zetten op de waardering voor de organisaties die deze onbetaalbare dingen in onze gemeente mogelijk maken of faciliteren. En dat is belangrijk. Onze waardering uitspreken voor vrijwilligers en organisaties die de sociale samenhang van de gemeente versterken. En dat wil ik hierbij dus nogmaals doen. Waardering. De ChristenUnie meent dat we ervoor moeten zorgen dat die ondersteuning gebeurt op een manier die duidelijk en eerlijk is. Het liefst moeten subsidies zo toegankelijk mogelijk gemaakt worden voor de organisaties en zo efficiënt mogelijk voor de ambtenaren. En met dat in het achterhoofd wil ik reageren op het stuk dat voor ons ligt. Allereerst over de verstrekking van de subsidies. Als ChristenUnie kunnen we instemmen met uw voornemen om vierjaarlijks de waarderingssubsidies vast te stellen. Maar voor ons is het wel belangrijk dat de uitkering van de subsidies niet in één keer gebeurt, maar jaarlijks wordt overgemaakt. In 4 jaar kan heel veel gebeuren. U benoemt, waar u dat bij de aanzet vorig jaar nog niet deed, weer een aanvraagtermijn voor 8 weken van activiteitensubsidies. We zijn blij dat dat nu weer opgenomen is. De ChristenUnie denkt wel dat u daar soepel mee om moet gaan. Een ijsfestijn nadat het een plotseling een week lang zwaar heeft gevroren, mag niet vastlopen op dit soort regeltjes. En met uw voorstel van verantwoording kunnen we grotendeels instemmen. Als de steekproef waar u op doelt voor subsidies tot 2000 euro echt serieus genomen wordt. Daarbij denkt de ChristenUnie aan jaarlijks minstens 10% met uiteraard uitbreiding bij onregelmatigheden. Over de hoogte van subsidies heb ik nog het een en ander op te merken. Wat betreft de indexering vragen we ons af of 2% nog steeds realistisch is en blijft. Misschien moeten we dit koppelen aan de indexering die in de begroting of voor de OZB gehanteerd wordt. Een jaar geleden heb ik het idee gelanceerd om een percentuele subsidie te verstrekken. Daar werd niet onwelwillend op gereageerd door andere fracties, maar de wethouder heeft zich er toen niet over uitgelaten. Dat hoeft hij ook niet, want het was openerend. Maar nu zou ik graag wel een reactie vanuit het college willen vragen. Hoe staat u tegenover het idee om te streven naar een activiteitensubsidiëring van, laten we zeggen, rond de 20% van activiteiten met een begroting van maximaal 10.000 euro? Dus de muziekvereniging verzamelt zelf 2.000 euro, kan rekenen op 500 euro van de gemeente voor een concert op het Stadsplein. Dit is een heel willekeurig voorbeeld. Let wel een streven. Als het gebruikelijk is geworden om dit percentage te hanteren, kunnen we het vaster gaan leggen. Het voordeel hiervan is dat organisaties makkelijker kunnen gaan begroten en het eerlijker en overzichtelijker wordt naar de verschillende organisaties toe. Daarnaast zet het organisaties aan om zelf actief sponsoren te gaan werven. Voor waarderingssubsidies wordt het ingewikkelder, maar kan ook bij een bepaald percentage van de begroting in het achterhoofd gehouden worden als instellingen vergelijkbaar zijn. Graag wil ik nog duidelijkheid over één ding. Vorig jaar beloofde u met de uitkomst van de raadsdiscussie weer te gaan praten met de verenigingen, waarna u zou gaan werken aan het subsidieprogramma 2009. Het wordt niet helemaal duidelijk uit het stuk of die bijeenkomst inmiddels heeft plaatsgevonden of dat het nog steeds moet gebeuren. Als ChristenUnie zijn we tevreden met de wijze waarop de organisaties in het begin betrokken zijn bij de totstandkoming van dit product. Op het punt nadat er maar 38 van de 59 instellingen waren uitgenodigd. Graag zien we dat in het vervolgtraject minstens eenzelfde zorgvuldigheid betracht wordt in de communicatie. Sommige dingen zijn onbetaalbaar, maar ze kosten vaak wel wat. Laten we dat als gemeenteraad goed regelen. Hier wil ik erbij laten. Dank u zeer. Andere leden? Ben dat had ik al? Ja, voorzitter, ik zal ingaan op de reacties van de CDA en de ChristenUnie. Zoals het nu ligt, dat is eigenlijk een voortvloeisel uit de discussie die we vorig jaar hier hebben gehad. Dat was een openierend voorstel. We zijn intern aan de slag gegaan van hoe kunnen we het subsidieprogramma zo goed mogelijk dereguleren en het budget zo flexibel mogelijk ook formuleren. Ik bespeur bij u dat u de formulering zoals het ten aanzien van de waarderingssubsidies is geformuleerd, dat het breed draagvlak heeft. Het CDA stelt vragen ten aanzien van de activiteitssubsidie, die 17.000 euro. Als je kijkt naar de samenstelling van het budget, dan is dat eigenlijk, dat zijn dat eigenlijk de budgetten binnen cultuur die niet opgehangen waren aan instellingen, maar altijd vrij besteedbaar waren tot nu toe. En daarvan zeggen we eigenlijk van we willen niet meer in die kokers gaan nadenken. We willen dat gewoon als activiteitenpot benoemen in het subsidieprogramma. En culturele en andere instellingen kunnen daar gewoon een beroep op doen.
Er zit een subsidieplafond aan vast. Natuurlijk zijn we ook bezig geweest met de vraag van, goh, moeten we bijvoorbeeld bepaalde periodes noemen, bepaalde tijdstippen in het jaar, of zodat mensen voor dat tijdstip aanvraag moeten indienen en er een integrale afweging plaatsvindt. We hebben gezegd €17.000 op onze totale begroting. Dus is dat eigenlijk een minimaal bedrag? We constateren de laatste jaren ook een onderuitputting. Het bedrag zoals we dat in het subsidieprogramma hadden, wordt niet ten volle benut. En we hadden ook zoiets van, goh, we gaan er ook niet te veel regels aan stellen. Die €17.000 is beschikbaar. En als mensen vernieuwende, aardige, goede initiatieven hebben, dan kunnen ze een appel doen op dat fonds. En dan is het inderdaad zo aan de ene kant van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar het is ook zo dat het altijd om kleine aanvragen gaat, om het verstrekking van kleine subsidies. Als een aanvraag van €15.000, als die er ligt, iemand of een instelling wilt een cultureel evenement gaan organiseren die dat bedrag bestrijkt, en dan wordt er al heel snel ook naar andere fondsen gekeken. Zoals bijvoorbeeld het regionaal cultuurplan. Ik denk bijvoorbeeld aan Art Extra, de kunstmarkt die we hier hebben gehad. Die kreeg ook middelen vanuit het cultuurplan toebedeeld. En ook vanuit LEADER liggen er mogelijkheden. Dus als het gaat om die even wat grotere evenementen, dan zullen we ook clubs op die spoor willen neerzetten. En die €17.000, daar hebben we best ook intern wat langer over gefilosofeerd en over nagedacht. Wij stellen eigenlijk zo min mogelijk voorwaarden voor en zo min mogelijk regels om hier vooral ook ervaringen mee op te doen. Dus als ik u volgend jaar kan vertellen dat het totale budget van €17.000 besteed is aan nuttige, kleine, leuke initiatieven, dan ben ik een tevreden man. Want ik moet dat nog eens eerst zien gebeuren. Dan is het natuurlijk zo, ten aanzien van de waarderingssubsidies, dat de clubs en verenigingen die onder die categorie vallen, elk jaar een bedrag overgeboekt krijgen. Steekproefgewijs kunnen we gaan controleren. Dus bijvoorbeeld als er signalen zijn dat de activiteit niet meer georganiseerd wordt, of dat de vereniging zelfs ophoudt, niet meer bestaat, dan gaan wij zeker controleren. En daar is het ook met name ook voor bedoeld. En wij willen daar ook wat luchtig mee omgaan. Dus tot €2.000 wordt de verantwoording minimaal. En dat is ook onze bedoeling. Je ziet in het land dat er meerdere ervaringen worden opgedaan met deregulering. En dit idee hebben we vanuit Zaanstad opgepakt. Tussen de 2 en 5.000 zeggen we van, we willen toch jaarlijks gaan controleren. Dan over die eigen bijdrage, want daar heeft u vorige keer ook een punt van gemaakt. Daar hebben we ook uitvoerig over gedebatteerd en gediscussieerd. Kijk, het probleem wat wij voorzien is dat voor bepaalde evenementen dat het goed te vragen is. Als je het hebt over een grote muziekvereniging die een evenement van €10.000 op het Stadsplein wil organiseren. En die ook bij macht is om de centrumwinkeliers in te schakelen of de bankwereld of wat dan ook. Dan zullen we ze ook op dat pad gaan trekken. Dan zeggen we ook van, gooi, de bijdrage die wij verstrekken is beperkt. En maak gebruik van je mogelijkheden. Kijk ook om je heen bij de centrumwinkeliers, bij het particulier bedrijfsleven om ook wat middelen te gaan werven. We zijn ons echter ook van bewust dat soms van die kleine initiatieven, dat je die vraag niet kan stellen. Er zijn bijvoorbeeld initiatieven voor kinderen en jongeren waarvan we zeggen van, ja, om hen nu te gaan vragen om ook eigen bijdrage te leveren, dat willen we eigenlijk niet. We willen vooral dit ondersteunen en met die paar €100, want daar gaat het dan om, willen we heel graag dat het initiatief ook vooral van de grond komt. Dus ook stellen we u voor om daar geen aparte bepaling voor op te nemen bij het subsidieprogramma. Dan, hoe gaan we om met verenigingen en instellingen? Ook daar hebben we over gediscussieerd. We hebben die interactieve avond gehad vorig jaar. We hebben ook toen goed naar u geluisterd, naar uw mening en opvatting. Natuurlijk hebben we daarmee gespiegeld met verenigingen en instellingen. Maar we hebben gezegd van, nu moeten wij duidelijkheid bieden. Het is nu belangrijk om te weten waar de gemeenteraad staat en vervolgens gaan we dat goed communiceren naar die verenigingen en instellingen. Want die hebben ook inderdaad dat onderscheid tussen die waarderingssubsidies en de activiteitssubsidies ook onderschreven. Die zijn er alleen maar bij gebaat dat er gedereguleerd wordt. En ik heb het idee van, als de raad hiermee instemt vanavond, dat we hen een goed aanbod kunnen doen. Tot zover mijn verhaal. Dank u wel. Tweede termijn. Wat wil je de deur in? Nee. Helmster, gaat gaan. Dank u wel, voorzitter. Het is grotendeels duidelijk geworden. Die aparte bepalingen zal ik niet verder naar gaan informeren. Het gaat mij er met name om dat er een soortgelijke subsidie bij een soortgelijke activiteit zal worden verleend. Inderdaad, maatwerk blijft belangrijk. En verder kunnen we uiteraard, dat had ik nog niet gezegd, instemmen met de rest van het stuk.
Ik constateer dat er geen stemming wordt gevraagd. U kunt instemmen, conform besloten. Dan besluitvorming zonder debat. Spoedprocedure onderwijshuisvesting GBS Piet Prins. Iemand daarover een vraag, opmerking? Niet het geval, conform besloten. Voordat ik de vergadering sluit, ga ik toch hier even staan, dames en heren. Nog even aandacht te schenken aan het feit dat er voor een van onze leden, van uw leden, in een heel specifieke functie de laatste vergadering is. Hij zal in ons midden blijven, ik heb het over de heer Deuring. Maar hij had al aangekondigd, ik heb u de vorige vergadering zijn brief op dat punt voorgelezen, dat hij per van 1 oktober het fractievoorzitterschap van de CDA-fractie wenst neer te leggen, omdat het niet meer te combineren is met zijn huidige functie buiten deze gemeente, met zijn huidige werk. Dat het toch te veel tijd vraagt. Het is op zich jammer dat je die constatering moet doen. Dat de combinatie van die twee functies toch wat problematisch is, zeker als er nog reistijd in gaat zitten. Maar uiteraard respecteren wij zeer het besluit wat de heer Deuring heeft genomen. En we weten ondertussen dat de heer Plieger is aangewezen als zijn opvolger. We willen de heer Deuring, zeker ook van mijn kant, ook in het overleg waar ik met de fractievoorzitters nu en dan heb, hartelijk danken voor zijn inbreng die hij heeft gehad vanuit die functie. Wij zullen graag blijven aanwezig zijn van kennis nemen van zijn inbreng die hier in de raad zal zijn. Ik heb me wel even afgevraagd, moet ik u eerlijkheidshalve zeggen, dat dit misschien wel een vorm van spreiding van verantwoordelijkheid is binnen de CDA-fractie. Want ik kan mij herinneren dat ook een van de slogans is die er bij het CDA naar voren komt. Als lid van die partij kom ik dat zo nu en ook wel eens tegen. En daar is hier een beetje sprake van, want in deze zittingsperiode. Want de fractievoorzitterschap is eerst in handen geweest van de heer Schulte. Toen van de heer Deuring en dan van de heer Plieger. En ik vroeg me even af, wanneer komen de dames aan de beurt? Maar dat zien we dan nog wel. Maar in elk geval, hartelijk dank voor uw inbreng vanuit die functie hier. In ieder geval ook even iedereen bedanken voor in ieder geval voor de steun en voor de samenwerking die ik mocht hebben als fractievoorzitter. Uiteraard ook naar de voorzitter van de raad en mijn mede-fractievoorzitters. En ik wens Roelof in ieder geval vanaf deze plaats heel veel sterkte toe met zijn nieuwe functie. Dank u wel. Voordat de vergadering sluit, ik zou graag met een informatieve, niet openbare bijeenkomst nog even door willen gaan met u om 15:45. Dan hebben we nog 10 minuten pauze. Ik sluit deze vergadering.